Vanaf komende week kunnen mensen met een geheugenprobleem terecht bij gymnastiekvereniging Sparta in Sterrenburg. En dat is eigenlijk een hele laagdrempelige inloop voor iedereen die met bewegen bezig wil zijn. En daarom hebben we het ook de naam gegeven Houd uw geheugen fit, want het is voor iedereen belangrijk om te bewegen. Ook voor oudere mensen met geheugenproblemen, met een vorm van dementie. Iedereen is van harte welkom om te komen. Het is volgens Bauer erg belangrijk dat deze kwetsbare mensen bij elkaar komen. Nou, wat we willen proberen eigenlijk is mensen te voorkomen dat ze eenzaam zijn. Mensen ook handreikingen aangeven om in contact te komen met andere mensen op een hele laagdrempelige manier. En dat betekent ook dat mensen van harte welkom zijn om een kopje koffie te komen drinken. Er zijn sportcoaches die de mensen ook allerlei handvatten bieden om te bewegen. Buiten lekker te gaan wandelen. Eigenlijk wat mensen ook zelf aangeven wat ze willen doen. Het kan best spannend zijn om alleen naar een bijeenkomst te gaan. Daarom mogen de bezoekers iemand meenemen. Ook mantelzorgers zijn van harte welkom. Dus ze kunnen... Iemand brengen naar de inloop en ook blijven als ze dat willen. Maar dat hoeft niet. Hè. Dus wat dat betreft proberen we ook zo makkelijk mogelijk daarmee om te gaan. Dus niks hoeft. De bijeenkomst in de gymzaal is niet de enige locatie waar beginnende dementerenden langs kunnen komen. Zodat mensen ook bijvoorbeeld op de dinsdagochtend hier naar Sparta kunnen of naar het Energiehuis is ook op de dinsdagochtend. Maar donderdag is de inloopochtend in de Prinsenmarij, op de Nassauweg en op maandagochtend bij Sporting Delta in Dubbeldam. Dus mensen kunnen ook gebruik maken van de verschillende inlopen als mensen dat willen. Dus...